Harry Verhoeven van het Techniekhuis hier in Veldhoven. Jouw feestje, maar ook mijn feestje, want het is geweldig bijzonder om hier te zijn. Dat je dit voor elkaar hebt gekregen, man. Ja, dat kun je elkaar graag wel constateren. Ik bedoel, ik ben al meer dingen begonnen uit in mijn leven. Ik denk, dat moet het worden. En dat beeld had ik hier overigens ook mee. Maar dat het uiteindelijk dit zou worden wat het nu is, dat heeft mij zelfs nog wel verbaasd. Het is gewoon inderdaad een beleving om hier te zijn. En het Techniekhuis is ook niet de benaming van een stapel stenen, maar is de benaming van het idee en het concept wat erachter zit. Dit hele complex is toch een afspiegeling van een wens die ik al jaren heb om de kwaliteit van het maken en het vakmanschap op een hoger level te tillen. Terug even naar die ambachten en het onderwijs en het niveau, want daar... Ja, wringt de schoen volgens jou een beetje dat we het kwijt zijn geraakt om op een hoger niveau met het ambacht bezig te zijn? De ambacht moet je heel breed zien. Je moet ambacht niet meteen vereenzelvigen met de mandenmaker of de stoelenmatter op de braderie. Maar ambacht heeft ook te maken met de beleving van hoe je iets doet en maakt. En op het moment als het echt produceren wordt, dan raak je eigenlijk van de ambacht af. Eigenlijk het werken met hoofd, hart en hand, wat nu regelmatig gebezigd wordt. De CITO-toets bijvoorbeeld, die zorgt ervoor dat als je timmerman wilt worden, dat je dan per se een laag IQ moet hebben. Want heb je een hogere score dan bijvoorbeeld naar de HAVO te gaan, dan gaan mensen niet kiezen voor een timmervak of een metaalvak. Dus jij zegt eigenlijk, we hebben dat ambacht horizontaal geplaatst, terwijl je het verticaal moet plaatsen. Ja, eigenlijk zoals we het vroeger op die ambachtschool plaatsvonden, niet om weer nostalgisch terug te grijpen. Maar de ambachtschool was niet een school gebaseerd op intelligentie, maar die was eigenlijk gebaseerd op een doelgroep, arbeiderskinderen. En bij die arbeiderskinderen zaten wel kinderen die een hoog IQ hadden, die nu verstoken blijven eigenlijk van een leuke vakopleiding. Ambacht heeft ook iets met jou te maken, maar je bent niet echt te positioneren. Je bent architect, je bent beeldend kunstenaar en je hebt voor 30 miljoen, ik durf het bijna niet eens uit te spreken, weten te realiseren dat dit Techniekhuis hier staat. Wie ben je nou eigenlijk? Nou, daar ben ik zelf ook regelmatig naar op zoek, moet ik zeggen. Maar ik denk dat ik doe wat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Proberen van zijn eigen leven iets te maken. Proberen toch wel dienend te zijn aan die cultuur. Ik ben mijn hele leven lang bezig geweest met mooie dingen willen doen, als kind al. En die mooie dingen, die leiden tot iets. Nou, dat is vooral binnen mijn kunst natuurlijk de beelden geworden vooral. Maar dat kun je ook op allerlei andere manieren. Dat kun je ook middels schrijven, wat ik vrij veel doe. En in dit geval de realisatie van zo'n techniekhuis. Om daarmee toch weer de vormen, de waarden van een omgeving te brengen. Dit boek van 300 pagina's, dat hebben ze allemaal gelezen. Dit is je nieuwe boek. Dat eigen ik mezelf toe. Als jij er even nog een handtekening in zet, dan... Laat ik mij de aankomende tijd middels jouw boek inspireren. Ter lering en vermaak. Dankjewel. En ook voor het boek. Alsjeblieft.